vanuit Studio De Mandenmaker aan het Spuiplein Praatje Politiek. De politieke talkshow van RTV Bunschoten. Uw gespreksleider, uw rots in de branding, Maarten van der Molen. Nou, ik ben benieuwd hoe het gaat worden, maar in mijn beleving ziet het er goed uit. Het veld zal er wel gaan komen. Het veld er komt er, ja. Oké, okay. Een ander punt, Henk. We hadden onlangs Peter van Asselt in de uitzending. En we hebben ook een stukje daarvan in de Bunschoten kunnen lezen. Dat je hem op den duur beticht dat de kadernota al was uitgelekt voordat het werd behandeld. Althans het kunstgrasveld in de gemeenteraad. Laten we even naar dat stukje fragmentje kijken wat Peter van Asselt gezegd heeft over dat fenomeen. Ja, de LDP heeft voorgestemd, maar er is wel een behoorlijk punt van irritatie ontstaan over de financiering. De LDP heeft gesuggereerd dat de coalitiepartijen voorkennis zouden hebben gehad over de inhoud van de kadernota. Ik heb daar ernstig bezwaar tegen gemaakt. Ik heb ook het hele traject uitgelegd wanneer wij hebben overlegd als coalitiepartijen. Wanneer wij uiteindelijk ook een afspraak hebben gemaakt op het gemeentehuis. Dat was de maandag daarna over de financiële situatie. En in de tussentijd is de kadernota verschenen op de vrijdag daarvoor. En de LDP heeft ongegrond ons daarvan beticht dat wij vanuit het college voorinformatie zouden hebben. Dat is niet alleen slecht richting de coalitiepartijen een beschuldiging, maar ook naar het college is dat een beschuldiging. Alsof het college gelekt zou hebben. Hij heeft zijn woorden niet terug willen nemen, dus wij spreken elkaar daar nog over. Oké, okay, want dat hebben we kunnen horen hè, op 6 juni bij die raadsvergadering. Dat heeft hij hoog gespeeld. Maar waar zit de bron? Waar zit het begin van zijn verhaal dan, van Henk van der Meen? Nou ja, ik denk dat Henk teleurgesteld is dat uiteindelijk deze drie partijen elkaar toch weer gevonden hebben. ChristenUnie, CDA en de KAP. En hij heeft zichzelf buitenspel gezet in de commissievergadering door aan te geven niet mee te willen doen met die besprekingen om het opstellen van die motie. Ja, en nu gaat hij dus op die manier kennelijk ageren door ongenuanceerde dingen te zeggen alsof wij voorinformatie hebben. En ik neem dat zeer ernstig op, want het is een integriteitsverhaal waar ik grote problemen mee heb om dat zo voor je kiezen te krijgen. Ja, je bent daar fel in. Dat betekent dat het niet waar is. Dat hij heeft gelogen? Hij zit gewoon naast de waarheid. Ik ga niet snel van iemand zeggen dat hij liegt. Maar ik heb hem ook in stappen uitgelegd hoe het is gelopen. En hij wil dat gewoon niet aannemen van ons. En blijft hij erbij dat er dus op zijn minst een suggestie is gewekt dat wij voorinformatie hebben ontvangen uit het college. Nou, dat kan gewoon niet. Want dat zou ook heel slecht zijn als coalitiepartijen vanuit het college voorinformatie krijgen over de inhoud van een kadernota. Dat is te waanzinnig voor woorden. Oké, okay, dat nemen we van jou aan. Belangrijke informatie om te weten, dankjewel. Nou, dat was het interview met Peter van Asselt kort geleden. Henk, hoor en wederhoor. Ja, ik denk dat meneer van Asselt, ik vond het wel leuk dat hij zo uit de bocht vloog eigenlijk. En dan met betrekking tot dit. Meneer van Asselt die had eens goed moeten luisteren. Ja, meneer van Asselt die heeft bepaalde dingen aangenomen. Die hij hoorde, maar die blijkbaar op een gegeven moment een ander niet hoorde. Ik heb meneer Van Asselt in eerste instantie heb ik aangegeven in mijn referaat dat de CDA en de KAP achter de schermen ook bij mij geweest zijn en dat we dus afgesproken hadden om een motie in te dienen. Dus toen de uitnodiging kwam van de ChristenUnie, heb ik mij ook daaraan gehouden. Ja, ik ga het niet op een gegeven moment de ene wat beloven en dan met de andere mee. Nou, dat hebben zij dus wel gedaan. Ja, ze zijn weer trouw achter de ChristenUnie aan gaan lopen. Ja, toch wel met een bepaalde frustratie blijkt. Ja, dat hebben we ook deze week weer meegemaakt. Dat het niet helemaal lekker zit tussen die partijen. Aan de andere kant heb ik gezegd dat de schijn, ja, omdat dus de motie, er stond expliciet vermeld, dat dus die kadernota op een gegeven moment aangehaald werd. En hij gaf aan, ja dat hebben we later op een gegeven moment bekeken. Dat maakt helemaal niks uit. Het zijn geen dualistische partijen. Ja, en je maakt mij niet wijs, ja, want de schijn is te groot. Je maakt mij niet wijs dat er niks is gezegd. En dan heb ik het helemaal niet direct over de kadernota gehad. Ik heb alleen gezegd op een gegeven moment van die kadernota die wordt expliciet benoemd. In die, ja, hoe kan dat nou? Jullie hebben donderdag een vergadering gehad. Ja, vrijdag is de kadernota officieel uitgekomen. Ja, hoe kunnen jullie nou op een gegeven moment die kadernota expliciet in de motie... maar dat hebben we later hebben we dat gedaan. Nou, oké, okay, prima. Dat was mijn beweegreden. Ik vond de schijn groot, dus ik heb dat benoemd. En hij benoemt dan dat jij hen beticht dat ze voorkennis hadden?
Nou, kijk, op een gegeven moment, hij heeft dat ervan gemaakt. Ja, ik heb niks, ik heb niemand beticht. Ik heb gezegd op een gegeven moment dat de schijn wel erg groot is. Ook omdat er geen dualistische partijen zijn. Zijn monistische partijen, ze vergaderen. Ja, behalve de KAP momenteel dan. De KAP is, die heeft dat uitgebannen als ware. En die zal heus wel overleggen, neem ik aan. Dat zou ik wel verstandig vinden met de wethouder. Maar ik zie op een gegeven moment daar regelmatig wethouders de fractie inlopen. Dus het zijn op een gegeven moment geen dualistische partijen in mijn ogen. Het zijn nog steeds monistische partijen. En dan maak je mij niet wijs dat er niks gezegd wordt. Maar dat is nogal wat je zegt. Hè? Als je zegt ik heb voorkennis, het gaat over integriteit. Tenminste, daar valt Peter van Asselt over. Heeft hij jou al aangesproken? Ja, ik heb nogmaals geef ik aan dat ik niet bewoord heb dat ze voorkennis hadden. Ik heb gezegd op een gegeven moment dat de schijn heel groot is. Ja, dat die voorkennis aanwezig is. Ja, en door de actie die ze ondernomen hebben, lijkt het alleen maar groter. Verder heb ik niks gezegd. Maar je wilde ook niet. Meneer Van Asselt en meneer Van Asselt, ja, die wilde naar de rechter. Daar lach ik om. Ja. Daar lach ik om. Want dat is gewoon niet zo. Ik heb zelf iets gezegd van gelogen. Hij haalt terug naast de waarheid. Je was ook niet bereid om die woorden terug te nemen. Nee, natuurlijk niet. Als ik zeg op een gegeven moment dat de schijn er is. De schijn is er. Dus ik neem mijn woorden niet terug. Nee. Maar ben je nu wel aan het prepareren dat als het mogelijkwijs wel tot een zaak komt? Nee, want het kan niet tot een zaak komen. Want? Nee. Ik daag ze uit. Ja. Ja, ik daag ze uit. Laat me komen. Wat gebeurt er nou als nou precies in de kadernota staat wat in het motie is over het VV Eemdijkveld? Hoe bedoel je dat? Nou, dat zou er natuurlijk best in kunnen, want ergens moet er geld vandaan komen om die kunstgrasvelden te gaan aanleggen. Dat leek neem aan dat in de kadernota iets wordt overgeschreven. Nou, dat heb ik net aangegeven. In de commissie bestuur en middelen op een gegeven moment zal ik dus wel de vraag stellen of we dit al geprepareerd hebben. Ja. Ja, en of dit al in de kadernota staat. Ja. Dat moet toch gast wel, want anders kun je toch niet gaan beginnen? Anders kan ik straks de kadernota niet behandelen. Dus die motie van Eemdijk, die moet er straks in verwerkt worden. Ik heb nog niks gezien. Ja, ik heb de motie gezien. Ik heb het voorstel gezien. Nou moet het college moet die motie nog uit gaan voeren. Ja. Ja, daar zit hem de kneep. Ja, ja. Hoe reageer je nou in zijn algemeenheid op de aantijging van Peter van Asselt? Daar lach ik om. Ja, daar lach ik om. Betekent dat het niet waar is? Ja, totaal respectloos. Ook de manier van werken. Ik denk, hij geeft ook aan. Ja, tenminste, hij wijst naar mij. Maar ik denk dat er bij hem een stukje frustratie zit. Ben jij degene die... Dat kwam eigenlijk op een gegeven moment op het eind van mijn referaat ook. Dat ik ook aangegeven heb dat mijn doel bereikt is. Dat ze trouw achter de ChristenUnie aangelopen zijn. Ja, dat ze eerst heel veel commentaar hadden tegenover tegen de ChristenUnie. Maar later op een gegeven moment bleken ze de rug niet recht te kunnen houden. Is voor jou hiermee de zaak gesloten? Jouw doel is bereikt? Ja, mijn doel is bereikt. Eerst zien en dan geloven, want de politiek heeft wel wat meer dingen beloofd. En wordt er steeds afgesteld om met een kluitje in het riet gestuurd te worden. Het zou fantastisch zijn, laat ik even opstellen. Ja. Oké, ze hebben een kunstgrasveld. Dankjewel Henk Vermeen. Beste mensen, dit was Praatje Politiek met de fractievoorzitter van de LDP, Henk Vermeen. Graag tot een andere keer. Dag.